Goedemiddag op deze prachtige verkiezingsdag, woensdag 15 maart 2017, hebben we dit keer voor een andere richting gekozen, richting Slagharen. We zijn op bezoek bij iemand die iedereen denk ik wel kent, of in ieder geval wel van gehoord heeft, Hilly Waning. Hilly doet al 40 jaar vrijwilligerswerk, heeft zij ons verteld, is helemaal dol van natuur en milieu. Ze doet er van alles mee en in dat tijdsbestek is ze ook nog eens 21 keer onder het mes geweest. Wat is er aan de hand met Hilly? We horen het van haar. Verkiezingsdag. Ja. Ben je al een stemmes? Ja. Ik was, ja? Ja, ik was nummer 8. Nummer 8? Ja. en waar heb je gestemd? Ben je dat ook kwijt? Nee, dat ben ik niet kwijt. Nee? De goeie. De goeie, maar ja. Dat is voor iedereen een verschil, hè? Ja, zo is het. Nou goed, ik denk dat eigenlijk iedereen van de mensen in de gemeente Hardenberg weten wel wie Hilly Waning Vos, hè? Waning, ik zei altijd Waning, ja. Uitslagaan. Zo bekend als de bonte hond, geloof ik, of niet? Nou, voor sommigen wel, maar anderen weer niet. Nou, is dat zo? Ja, dat is zo. Ah, je hoort toch wel tot een groep bekende Hardenbergers? Nou, ik denk het wel, ja. Ja, dat denk ik ook. We kennen jou voornamelijk, denk ik, van natuur en milieu. Ik kan me niet iemand anders in de gemeente herinneren, voorstellen, die zo nadrukkelijk betrokken is bij natuur en milieu. Nou heb ik mij laten vertellen, je doet al 40 jaar vrijwilligerswerk. Ja. 40 jaar. Ja. Maar in die 40 jaar ben je ook meer dan 20 keer geopereerd. Ja. Heb je een buikoperatie ondergaan. Ja. Hoe hou je dat vol? Wat is er aan de hand, Hilly? Kan je daar wat over vertellen? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, nou ik heb mijn dochter met een keizersnee. En bij de keizersnee zijn wat dingen fout gegaan en hebben ze mij operatiemateriaal achtergelaten. Dat heb ik ook wel duidelijk aangegeven. Maar het werd mij verwezen naar het land der fabelen en ik kreeg na de tijd een infectie. En hoe lang praten we dan terug? Mijn dochter was straks 26 en dat is 26 jaar geleden. Oh, oké. Ja. Nee. Dus ik heb toen zelf de ziekenhuis ingeschakeld en nou ja, daar kreeg de woord er nog eigenlijk ervan af. Maar het bleek dat mijn gigantische wondbreuk liep en ik ben maandag of dinsdag in het ziekenhuis en donderdag ben ik opgenomen. En ik kreeg woensdag te horen dat ik machtig mazzel heb gehad. Zo. Ja. En al die operaties daarna, ja, dat zijn allemaal het gevolg daarvan? Ja. En hoe staat het nu daarmee? Ik heb nog steeds een dikke opgezette buik. Ik heb heel veel littekenweefsel in mijn buik. En bij de laatste operatie heb ik nog een longembolie opgelopen. Ik heb 7 dagen op intensive care gelegen. Dat is niet zo fijn. Nee, maar goed. Ik heb een uitlaatklep. Dat klopt, want dan komen we dus op dat vrijwilligerswerk, hè? 40 jaar al. Waar komt die drive vandaan om dat vrijwilligerswerk te doen? Nou, ik weet nog best dat toen eens een keer iemand mij gevraagd had in Koevorden of ik wat met jeugd wat iets wilde doen. En nou, dat leek me wel wat. En ik mag graag ook met kinderen werken. Dus, en dat vond ik ontzettend leuk. Dat is hoe lang geleden? Dat is in 1970. Dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Nou, een acte misschien bij nadenken, denk ik van, ja, ik heb overal wat links en rechts, wel als mensen mij nodig gaan, ja, en ze vragen, ja, dan help je. We kennen je eigenlijk toch wel van natuur, milieu, ja, het schoonhouden van de leefomgeving. Dat is wel een beetje wat, ja, dat is jouw ding toch? Je bent ook een natuurgids. Ja. Van waar die interesse voor? Ik heb het altijd al gehad. Mijn moeder, we woonden toen in Wierden, ik zeg min in de bos. En was de deur op een kiertje, dan was ik
gevlogen. Oh ja? En we zijn vorige week woensdag zijn we langsgekomen, maar we moesten toen voor, via de Groene Loop moesten wij naar Nijverdal. En was Hans en Mirjam van de Koppen waren bij mij. Dus liet ik dat zien. En ik zei, nou weet ik wel waarom je zo interesse hebt in de natuur. Dus, ja. Van jongs af aan. Ja, en ik denk dat ook. Mijn moeder liet mij ook van alles zien. En we hadden ook altijd dieren bij huis. Want mijn vader die had kuikens, die werden opgevoed. Stonden een aantal weken en dan gingen ze weer weg voor de slacht. En we hadden een varken, ja, die was ook voor de slacht. Ja. Een kat, een hond, konijn, we hadden altijd dieren bij huis. Waar ben je opgegroeid, Hilly? Ik heb ongeveer 5 jaar, denk ik, zo'n beetje in Wierdegen gewoond. En na de tijd in Klooster A woonden we ook tussen de boeren. Dus het was altijd op stal te vinden, altijd door de weilanden in te kruien. En ja, het was altijd buiten. Wat is buitenkind. En zo, ik zie dat trouwens ook, want je hebt hier min of meer in je huiskamer je eigen bos gecreëerd. Ja, ja, ja. Nee, ik hou een beetje van kleur. Ja, mooie bloemen aan het behang, de vogels aan de kastdeur, ja. Boom, nou geweldig. Ja. Maar je bent echt een natuurmens dan, ja. Of niet? Ja. En dit is je knutsel. Nou, ik wou maandag in wat zaaien, maar ik ben een beetje ziek en het ligt er nou nog, dus ja. Het moet nog even gebeuren. Ja. De potgrond is gisteren nog gebruikt door de ponyclub, dus kan beginnen. Jaren geleden begon je met vleermuizen en tegenwoordig kan iedereen je volgens mij zo'n beetje overal voor bellen. Of heb ik dat niet? Nou ja, hoe dat toch met de vleermuizen, dat is zo gegaan. Want Gerrit Snaak is hiermee gestopt. En toen hebben ze van de zorgdierwerk gewoon vrijstel mij gevraagd of ik Gert wou vervangen. En van welk jaar praten we dan over? Ik denk volgens mij iets van 7 jaar geleden is of zo. Oké. Alleen, hoe dat toch, dat deed ik al van tevoren eigenlijk al, ook voor de dierenbescherming. En nou, misschien is dat wel 15 jaar geleden. Dus, en zo vang je bepaalde dingen gewoon, omdat je toch altijd al doet. Ja, nou, dan doe je dat er ook maar bij. En ja, dan, maar goed, je zegt het nou heel, heel gemakkelijk. Ja, nou ja. Een heleboel mensen zouden zeggen van, ja goed, ik pas ervoor. Ja. Maar jij pakt het wel allemaal op. Ja, nou dat toch. En het is ook niet zo dat het dagelijks voorkomt. Het is alleen een piek, nou in juli, augustus, nou kan iets eerder. Nou ja, dat de vleermuizen zich een beetje vervliegen. En dan in huis terechtkomen. En heel vaak zijn mensen zijn gewoon bang. Ja. En zo is dat ook, hè. Hoe dat toch in het ziekenhuis, ik weet niet, dat is ook al een aantal jaren geleden. En dan kom je weer terug van een vleermuisexcursie en dan word je gebeld. S'nachts. Dus en of je dan ook alle minuut kunt komen, nou ja, dat heb ik ook gedaan. Dus, ja, maar je zegt, sommige mensen zijn bang voor vleermuizen. Is dat niet nodig? Nou, in ieder geval, het is wel terecht. Er zijn een tweetal vleermuizen in Nederland die dragen kunnen wezen, zeg maar, van rabies. En dat is de meervleermuis en de laadvlieger. De hondsdolheid. De hondsdolheid. En de rest heb je weinig meer eigenlijk. En, gewoon, ja. En als je met een doek pakt is gewoon, en je pakt hem in weg, dan kun je hem gewoon naar buiten helaan. En zoals s'avonds of overdag ook, doe de gordijnen even voor weg, de vitrage voor weg als je dat hebt. Doe de deur, of de ramen in ieder geval open, de deur gewoon dicht, dat je ook niet verder naar binnen kan vliegen. En dan is met een uurtje, zijn ze vaak al weg. Ja. Nou is dat is het aspect vleermuizen, maar Hilly doet nog veel meer dan vleermuizen. En onder andere ook met steenmatters. Ja. En zo was dat ook. Steenmatters is een probleem, hè, in onze regio. Nou, toch, je bekijkt wel wat mensen gewoon, hoe het toch, die dan bellen en dan om hulp vragen. Maar zo was dat ook een keer bij kantoor De Toorn. Dat er twee steenmatters achter de verwarming staan. En toen gezegd had van, nou doe de ramen open, gaan jullie maar in de kamer in buiten. En dan met een uurtje zijn ze gewoon gevlogen. Maar hoor je er veel van? Je hoort toch ook dat steenmatters in auto's kruipen? Ja, hoe het toch, als mensen dat willen, dan kunnen... Hoe dat dan? Kunnen ze vragen? Dan kom ik op bezoek en dan heb ik een aantal tips. Wat zij kunnen doen om de matten te weren uit hun huis of hun schuur en eventueel met de auto. En hoe komt Hilly aan al deze kennis? Ik ben nogal iemand die alles wat niet weet zelf leer. En ik ga heel vaak met andere mensen op pad. En je zit in dezelfde categorie.
En dan hoor je wat. En ik zie ook altijd van alles en nog wat. Maar je hebt er ook voor geleerd, want je bent toch gediplomeerd natuurgids? Ja, ik ben natuurgids. Ik ben ook jeugdbegeleider voor kinderen, zeg maar. Jeugdbegeleider, ja. Dus ook met natuur te maken. En ik heb bij Landsteden een life and nature specialist. Dat is alles op het gebied van natuur en milieu, voorlichting, educatie. Dus, maar met de dieren heb ik allemaal zelf geleerd. Ik ben altijd zo van, als ik iets tegenkom en ik weet het niet, dan zoek ik het op. Net zolang dat ik het weet. Ben je nu nog aan de studie? Of ben je uitgeleerd? Dat weet ik niet of ik uitgeleerd ben. Maar ik ga wel steeds bijscholen. Je doet altijd ervaring op. Ik ben net vorige week naar de Groene Lopen. Want je hebt gewoon bepaalde mensen die willen iets creëren in het dorp of omgeving. En dan kom je andere mensen tegen en die heeft dit en die heeft dat. En je bent vrijwilliger, hè, bij Natuuractiviteitscentrum De Koppel. Ja, ik ook. Want je hebt het over de Groene Loper, dat is dan een project van ook vanuit De Koppel. En je had heel in het begin, toen we elkaar net troffen, had je het over iets met insecten. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, ik geef insectensafari en dat doe ik bij De Koppel of op school. En ook doe ik ook wel eens bij particulieren en straks dan ook weer bij ons dagkamp. Want het is straks weer... Voor de jeugd, hè? Ja, dit is voor de kinderen die wegens omstandigheden niet op vakantie kunnen. Ja. Of met haast geen budget hebben. En dan ga ik sowieso twee middagen of misschien nog maar eentje meer. En dan ga ik met de kinderen het bos in. Mm-hmm. En dan gaan wij op zoek in ieder geval naar insecten. Maar we komen van alles tegen en... Voordat we weten, zitten we achter de kikkers aan. Ja, precies. Jij bent ook voorzitter van de Stichting Natuurbehoud voor Noord-Oost. Ja, we zijn toen ongeveer, volgens mij 16 of 17 jaar geleden, zijn we begonnen met z'n vijven. Wie zijn we? Dat was Egbert Pullen, die is overleden. En Steve Koning, die is ook overleden. En Johan Poffers, mijn man en ik. Nou, Johan is eruit gestapt en die andere twee die zijn overleden. En... we zijn nog met z'n tweetjes over. Nou, we proberen dan zo goed mogelijk dingen voor elkaar te krijgen. De Stichting Natuurbehoud Noord-Oost-Overijssel. SNNO, afgekort. Ja. Die bestaat dus nog steeds. Ja, we hebben gewoon materialen en onderzoeksmateriaal. En dat wordt overal zo links en rechts uitgeleend. En als er iemand het nodig heeft, die kunnen gewoon bij ons ophalen. Even terug naar de prijzen, hè, waar we het net over hadden. Je hebt deze bekers dan ooit een keer gewonnen, maar dat was niet je laatste prijs, geloof ik. Nee, ik ben groene visionair gewonnen van de provincie Overijssel. Want ik wil graag bij het Kotermeer een vleermuisburcht met een amfitheater. Kotermeer in Deemsvaart. Ja, in Deemsvaart. En... heel veel zaken. En eigenlijk ook met materialen die een ander niet meer gebruikt of in ieder geval weggooit. Dat wil ik graag dat de jongeren daar zelf opbouwen of maken. Dat is je visie? Dat was ooit eens mijn droom. Dus of dat werkelijkheid wordt, dat is natuurlijk een tweede. Maar ik ga eerdaags ga ik nog naar de Zevenlinden. Daar heb ik namelijk nog met een docent erover. Want die docent ben ik ook mee bezig geweest met een infopanelen te schilderen, zeg maar, voor het Kotermeer. Daar hebben 9 leerlingen aan meegewerkt bij Mia van der Molen, kunstschilder. Ja. En zij vond het ook geweldig mooi. En de kinderen hebben ook echt geweldig goed hun best gedaan. En ze hebben ook mooie prestaties geleverd. Ze vonden het zelf ook heel erg leuk. Ja. En die zijn daar geplaatst. En de moeder dacht, ik wil ze gewoon met hun dus over hebben. Hoe hun erover denken. Ja. En ik heb er met 1 leerkracht van de Vechtal College over gehad. Dus zei ze van, ik moet werken. Toen zei ze, mijn ander zakje ook meegeholpen. Maar die vond het geweldig. En ik heb in 2010 of 2011 in Baarn, op Kasteel Groeneveld, heb ik dat toen met een groen symposium, of jongeren in het groen symposium, heb ik dat ook te bedden gebracht. Ja. Nou, iedereen zegt van, dat lukt niet. Ik zeg, waarom zou het niet lukken? Ja. Dus, maar ik zeg ook al tegen Gini, dat is de jeugd, dat is een docent van de Zevenlinden. Ik zeg al van, ze kunnen zelf ook jongeren uitnodigen uit het buitenland. De gewoon beter beheersen van de taal van Frans, Engels, Duits, noem maar op. En dan gewoon met elkaar omgaan van diverse nationaliteiten.
met elkaar om leren gaan. En dan ook nou, een stukje zelfvertrouwen ontwikkelen. Mm-hmm. Want ik ben heel vaak met jongeren wel eens aan de klets geweest. En je hoort heel vaak van de thuissituatie toch niet zo lekker zit. Ja, en dat ze toch uit zijn met elkaar lekker aan het werk. Niet hoeven, mag. Ja. En iets opbouwen. En na de tijd ja, er iets moois van maken. Want ik zeg al van, het moet een ontmoetingsplek wezen waar jongeren misschien leuk muziek kunnen maken. Met drama, toneel en ja, theater, noem maar op. Ja. En ik zie er gewoon dingen voor mij. En, En met die visie heb je dus de prijs gewonnen. Met die visie heb ik die prijs gewonnen. De groene visionair. De groene visionair. Geweldig. En wat was die prijs? 250 euro. En er zou nog een beeld komen. Maar ja, wanneer dat is, dat... Dat heb je nog dat, niet. Nee, dat is nog niet. Nou, dat is fantastisch. Ja. En heb je al enig idee hoe je die 250 euro gaat besteden? Nou ja, in ieder geval, ik ga op bezoek bij heel veel mensen. Ik zou ook nog in Limburg op bezoek, echt voor 14 dagen. Maar het was carnaval, was alles dicht. Dus, ja. En dan was ik uitgenodigd van kom eens een keer hier. En dan kunnen we voor wat van gedachten wisselen. Ja, want hoe denkt de gemeente over? Ja, het is allemaal wel leuk, allemaal met jeugd. En er zijn allerlei programma's, maar ja, hoe denken zij erover? Er zijn heel veel mensen die hebben niks te doen. Want ik zeg ook, dat zijn mensen die zijn gehandicapt. Maar ja, ze kunnen misschien ook iets voor iets anders betekenen. Je kunt misschien wel gekluisterd in een rolstoel zitten. Maar je voorstelt dat je heel handig bent met computers. Dat je een hele leuke website opzet. Dus, en dat je toch ja, wat voor elkaar betekent. Ja, dat vind je wel heel belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja, van huis uit meegenomen. Gewoon gezellig, ja. Nou, ik ben een optimist, ik ben een pessimist. Nou, dat moet ook haast ja, wel, denk ja, ik. Ja, de dokter zei ooit eens tegen mijn dochter, je moeder lacht altijd. Geweldig, ja, toch? Ja, 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 ja. En dus, en dat betekent ook dat je de komende 20 jaar, 40 jaar nog gewoon doorgaat met dit vrijwilliger? Nou, ik ben bepaalde dingen ben ik aan afbouwen. Ik heb 20 jaar gewoon een zwerfafvalproject hier in Slagharen georganiseerd. En ik denk van ja, dan moet nu maar eens een keer een andere iemand opstaan. Dat ga je niet meer doen? Dat ga ik niet meer doen. Dit jaar niet? Nee, ik erg mij gewoon gigantisch aan het zwerfafval. Want overal waar je komt, ik zeg Nederland is echt vies. Is dat wel? Ja, ja. Ik hoorde het pas vorige keer bij Balbrug. Dan ga je naar om en dan ga je die oprit. Nou, het ziet te wit van de afval. Ik denk, jongen, wat mensen toch van zich afgooien. Ik denk, het is gewoon toch een kwestie van even meenemen thuis. Want we hebben hier ook allemaal zwerven en drinkpakken. Kan allemaal gratis weggebracht worden. In principe wordt opgehaald. Ik denk van, waarom moet het nou allemaal... Ik heb voor de vakblad Handhaving voor Politie en Dieren en Milieu heb ik ook een stukje geschreven over het weren van de steenmaten. En er is een gemeente uit Limburg en in Drenthe die hebben daarop gereageerd. Of ze dat, die tips mogen gebruiken voor een gemeentegids. Oh, echt? Ja. Wat leuk, ja. Ja. Je schrijft wel vaker stukjes, of ja, niet? Ja. Niet alleen in dat blad, je hebt wel meer stukjes geschreven. De Toren, de Stentor, de Levensfase Courant. Want ik heb vroeger nog bij de Levensfase Courant nog een column gehad op de regionale tv. Nou, de Noos dan af en toe, ja. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Veel plezier nog. Jullie ook. Dit is een steenmat. Daar heeft namelijk die witte bles die de deur tot de vuurpoorn. Dus bij een boommat is dat niet.